Hier is voor jullie, Giro Adelaide. Geef ze een daverend applaus. Mama, ik heb nooit veel verwacht van jou als moeder. Maar ik vraag je nu één ding. Vertel me de waarheid. Hij heeft heel mijn maaiveld opgegeten. Hij heeft mijn hond opgegeten. Mijn hond. Als de burgemeester haar niet stopt, hè, doen wij het. Ho, ho, ho. Hè. Rustig aan iedereen. Kan mee. Ik wil geen geweld in mijn dorp. Waarom begint je niet met mijn hand? Ik beschouw het als een voorgerechtje. Maar nee, ik wil je niet eten. Ik wil helemaal niemand eten. Ik heb gewoon veel honger, maar dat komt omdat ik zo groot ben. Ik zat naar een orkest te luisteren in een boom. Zo fascinerend, zo schoon. En ineens viel ik uit die boom. En nu zit ik hier met een gebroken been, zie. Ah, dank je. Zullen we verder trekken? Ja, is goed. Deze kant uit? Ja. Dames en heren, welkom bij Circus Figaro. Maak het jullie gemakkelijk, want wat jullie vanavond gaan zien, wordt buitengewoon spectaculair. Sloei, pardon, mijn naam is wel Mira Bloemen. Ja, maar nu, we gaan naar huis en je praat niet meer met haar. Mira! Dat is niet waar, maar nu, je kunt niet alles kopen met geld. Je houdt van mij en ik hou van u, dat is toch onbetaalbaar? U heeft twee keuzes. Ofwel gaat u vrijwillig met ons mee, ofwel ben ik genoodzaakt in de boeien te slaan. Mira! Oh nee! Mijn enige kans op de ware liefde is nu voorbij. Van dat vrouwen-Chinese leger hier. Ik kan niet leven zonder u. Ik ook niet zonder u. Mira, ben je met vertrouwen? Ja! Doe het dan voor mij, liefste Lily, want ik ben er zeker van. Hè? Als je moeder ooit sterft, je heel veel spijt zal hebben dat ik nooit heb goed gemaakt. Is dat 20 of 30 jaar, hè? Maar ik geloof je veel langer dan alle anderen. Tot ik inzet dat je eigenlijk een leugen vertelt. Je bent eigenlijk net als een sprookje. Ik voel gewoon dat mijn tijd in deze wereld er bijna op zit. Je geeft hem nog een laatste